Hi allemaal, leuk dat jullie weer kijken. Ik heb weer een nieuwe video voor jullie waarin ik heel veel favorieten van mij deel. Het is eigenlijk een soort van favorites filmpje, maar normaal gesproken doen we die aan het einde van de maand. En het is nu niet echt het einde van de maand, maar een soort van het einde van de maand. Ik denk niet dat er echt per se regels aan zitten, maar laten we zeggen, het zijn niet per se producten die favoriet waren in de maand april, maar gewoon voor de afgelopen periode. En sommige misschien nog niet eens voor echt zo lang, maar wel gewoon favoriet genoeg om te kunnen noemen. Dus je zou het kunnen zien als een all-time favorites video. Want het zijn gewoon producten die ik sowieso nu prettig vind, maar ook zeker weet dat ik ze straks prettig vind of ze al prettig vond en opnieuw heb ontdekt. Ik weet niet of dat logisch was. Ik zal in ieder geval maar gewoon beginnen. Nou, allereerst een nieuwe dagcreme. Ik heb de laatste tijd gewoon een beetje last gehad van mijn huid. Ik weet niet waardoor het komt, maar mijn huid voelde gewoon een soort van... Het voelde gewoon niet goed aan ofzo. Alsof ik gewoon letterlijk niet lekker in mijn vel zat. Het was één moment was heel erg droog, dan weer heel erg vet. En als ik dan make-up opdoe, wat dan wel moest, want ik had echt extra veel roodheid. Dan, dan voelde het weer alsof mijn make-up heel erg aanwezig was op mijn gezicht, alsof ik een cakelaag had. Dus ik voelde me gewoon niet echt prettig. Dus ik dacht, nou weet je wat, misschien is het niet mijn make-up, maar ligt het aan mijn dagcreme. Dus die heb ik gewisseld. En ik heb gekozen voor een budgetproof dagcreme van Kruidvat. Deze heet Fresh en die is voor de normale en gemengde huid. En hij komt dus in een tube. En ik heb meestal van die potjes waar het zo eruit scoopt. En dit is in een tube en dat vond ik eigenlijk wel prettig. Want op die manier kan je het gewoon makkelijk uithalen zonder dat je bacteriën van je hand in het potje brengt. Ik zie nu dat het licht van mijn camera af en toe donkerder wordt en lichter. Dat komt omdat het een beetje bewolkt is. Dus soms heb ik fel licht, soms minder fel. Ik hoop dat jullie het niet vervelend vinden. Maar in ieder geval, deze crème brengt heel erg fijn aan. Hij is, de structuur is net een soort van hele dikke gel. Maar als je hem opbrengt, dan denk je in eerste instantie van oei, is dit niet te vet? En dan trekt hij gewoon heel erg snel in. En dan vergeet je eigenlijk bijna dat je dagcreme op hebt gedaan. Dus daarom vind ik hem super fijn. Dan ga ik maar meteen door met foundation. Serena had deze aangeraden op haar blog beautylab.nl. En ik was ook wel heel erg benieuwd. Ze had er nog een andere tint van. En ik wil hem gewoon heel graag proberen. En hij heet Wake Me Up Anti-Fatigue Foundation. Ik weet niet precies wat het betekent. Waarschijnlijk gewoon dat hij niet zo vet is. En hij is skin brightening, zit vitamine C in en SPF 15. Het is gewoon een hele fijne foundation die je gewoon heel makkelijk aanbrengt. Voor mij is die dekkend genoeg. Ik heb niet heel veel dekking nodig. En er zit zeg maar een lichte shimmer in. Dus als je het op je hand smeert en dan zo kijkt, dan zie je zeg maar wel wat shimmers. Maar op je gezicht valt wel mee en krijg je een beetje zo'n glow. En dat is dus ook dat de wake me up effect, dat je er gewoon wakker uitziet in plaats van dood. Dus dit is echt een hele fijne foundation voor mij op het moment. En ik heb hem in de kleur 200 Soft Beige. Dit is een favoriet die ik een tijd terug ook als favoriet had. En op een gegeven moment is die opgegaan. Het gaat om de shampoo van Aveda. En die heet Damage Remedy Restructuring Shampoo. Gewoon een shampoo die dus je haar repareert en sterker maakt. En ik weet nog wel dat ik hem heel erg fijn vond. Omdat je wast je haar, je spoelt het uit. En je hebt niet het gevoel dat je een conditioner nodig hebt. Omdat het gewoon glad aanvoelt en verzorgd en fijn. En als ik zeg maar geen conditioner gebruik, dan is het voor mij bijna onmogelijk om mijn haar door te kammen. Maar bij deze shampoo is dat niet per se nodig. Hoewel ik het nog steeds wel een conditioner gebruik. Het is gewoon echt, als het aan mij ligt, de allerbeste shampoo voor droog haar. En ik heb best wel droog haar. Dus mocht je op zoek zijn naar echt een shampoo voor droog haar, ga gewoon voor deze Damage Remedy van Aveda. En het is ook nog eens gemaakt van plantaardige producten. Dus het is gewoon een heel mooi product. En wat ook zeker niet onbelangrijk is, is dat hij gewoon lekker ruikt. Ik kan de geur niet beschrijven. Het ruikt gewoon kruidig. Ik weet ook niet wat erin zit precies. Maar oh, er zit in ieder geval quinoa eiwitten in en nog van alles. Volgens mij heb ik al een keertje iets over geschreven. Zo ja, dan zal ik de link van het artikel ook even in de beschrijving neerzetten. Iets wat ik altijd bij me draag, omdat ik het gewoon fijn vind en hygiënisch, alhoewel ik niet weet in hoeverre zoiets hygiënisch is, is een antibacteriële gel. Als jullie ons volgen op de blog, dan heb je hier al een tijdje terug een review van gelezen, waar ik, al zeg ik het zelf, best wel mooie foto's van heb genomen. Dus check ook zeker even het review. Ik zal de link ook in de beschrijving laten zien. En het zijn dus van die mini bacteriële
handgels of antibacteriële handgels die heel erg lijken of eigenlijk gewoon bijna gekopieerd zijn van de Bath & Body Works handgels. En ze hebben dus allemaal een geurtje, dus je maakt je handen schoon en dan komt er een lichte parfumgeur vrij. Dus dat is wel heel erg prettig, zeker als je veel op reis bent zoals ik. Het is gewoon fijn om bij te hebben en ook voel je er gewoon iets frisser door. De geur die ik op het moment heel erg lekker vind is Dark Kiss. En die ruikt, ik kan niet echt beschrijven, bloemig, maar een beetje zoet. En sowieso hebben wij alle geuren beschreven die wij hebben, en we hebben ze volgens mij allemaal, die hebben we beschreven ook in het artikel. Dus als je hierna benieuwd bent, kijk zeker. En ze zijn echt maar 1 of 2 euro. Nou, ik heb ook een deo als favoriet gekozen en dat is de Dolph Deo Roller. Ik weet dat het een beetje random is en misschien gebruiken de meeste mensen het ook wel gewoon, maar voor mij was het wel echt een beetje een ontdekking. Ik had eigenlijk alleen maar rollers überhaupt in huis voor als ik op reis zou gaan. Omdat je dan niet altijd een spuitbus mee mag nemen. Of voor naar festivals als ik tussendoor wil opfrissen. Maar nu gebruik ik het eigenlijk elke dag. En ik vind het veel fijner dan een spray. Want ik had, het klinkt misschien een beetje stommer, maar ik had de laatste tijd als ik een spray gebruikte van bijvoorbeeld Nivea of Rexona. Dan voel je fris, maar dan ga je daarna een activiteit doen. En dan, ik weet niet, er kwam, zeg, het was geen zweetgeur, maar er kwam gewoon een muffe geur vandaan. En dat, ik weet niet of dat dan ligt aan de deo of ligt aan mij. Maar als ik nu de Dolph deo gebruik, deze roller, dan doe ik het 's ochtends op en ik ruik niks. Ik ruik gewoon fris de hele dag. Zelfs als ik sport. Dus het is echt gewoon heel erg fijn. En ik denk dat ik gewoon liever niks anders meer gebruik dan een roller. Ook dit is een favoriet die ik er weer bij heb gehaald. Ik heb een tijdje niet meer gebruikt omdat die op was. Maar nu heb ik weer een nieuwe erbij. En dat is de vitamine E serum van The Body Shop. En dat is dus een serum in olie. En hij heeft zo'n interessant pipetje waarmee je het uit kan halen. En die gebruik ik 's avonds als ik mijn make-up heb afgehaald. En dat is echt voor mij een van de fijnste producten voor mijn huid. Het hydrateert heel erg goed. En verzorgt mijn huid gewoon op zo'n manier die ik gewoon nodig heb. Ik vind het gewoon heel erg fijn. Ik heb het gevoel dat ik er beter uitzie door deze serum in olie. Nou, ik heb ook een highlighter slash blush als een favoriet van Bobbi Brown. En dit is sowieso het favoriete product van mijn zus Serena. En zij heeft dan een bruine variant die haar favoriet is. En voor mij is het deze roze. Het is de kleur, even kijken, rose, heel toepasselijk. En hij heeft dus diverse kleurtjes erin zitten. En hij shimmert gewoon heel erg mooi. En Larissa is echt shimmer queen. Zij weet hoe ze highlight moet aanbrengen en dat soort dingen. En ik deed er eigenlijk niet echt aan. Maar sinds dat Serena, Larissa en ik een shoot hadden bij Lofies. En daar werd echt hele mooie highlighter gebruikt op ons gezicht. Waardoor we er gewoon heel goed uitzagen op foto's. Heb ik zoiets van, ja, ik moet ook eigenlijk wel highlighter gebruiken. Want het ziet er gewoon net iets mooier uit. En als ik het ook bij anderen zie, ik weet niet, het is gewoon zo'n licht glimmertje op de juiste plekken. Dat kan gewoon echt wonderen doen. Dus vandaar, het is niet echt een highlighter, maar ook weer wel. Het is meer een blush met shimmers. En hij is echt heel erg mooi. Sorry hoor, als ik tussendoor overbelicht raak. Ik heb mezelf volgens mij nu weer een beetje op de juiste kleur gedaan. Ik ben niet zo wit. Nou, dan heb ik nog een nieuwe favoriete lipstick. En het is niet degene die ik nu op heb. Het is een andere. Het is deze van Chanel, van Rouge Coco. En hij heeft toevallig dezelfde naam als mijn favoriete Chanel parfum, Mademoiselle. En het is een, als je er zo naar kijkt, een beetje een bruine kleur. En omdat ik getint ben, staat dat gewoon heel erg mooi. Een beetje chic. Het is gewoon echt een hele mooie, een beetje chique kleur. Toch wel natuurlijk. Maar ook wel weer wat interessanter dan een natuurlijke kleur. Nou, sorry jongens als ik echt ontzettend aan het ratelen ben. Als ik eenmaal begin met praten, dan ben ik bijna niet meer te stoppen. Maar ik ga nog niet stoppen, want ik heb nog een aantal favorieten die ik wil delen. Dus, fashion favorites. Dit is een top van Topshop. En hij is donkergroen. En hij is gemaakt van een ontzettende zachte stof. En hij is geript. En hij heeft dus een open schoudertje. En het is een favoriete top, omdat hij niet per se vanwege hoe die eruit ziet, maar gewoon omdat de stof zo zacht is. En de lengte. Ik heb ook deze top ervan. Dit is dan, van de BH-bandjes, gewoon een tanktopversie. En die heeft echt de perfecte uitsnijding. Is dat logisch dat ik dat zeg? Het is zeg maar zo. Ik heb de laatste ook een top van de Forever 21 gekocht. En dat is
Het is een tanktop die precies lang genoeg is als je high-waisted jeans draagt. Zij is niet cropped, hij gaat niet boven je navel zitten. Maar hij zit er echt net overheen, waardoor je... Ja, soms, hoe moet ik het uitleggen? Soms heb je een hele lange tanktop en dan wil je eigenlijk niet dat hij zo lang is, want dan lijkt je bovenlichaam heel erg lang. Dus dan ga je die top naar boven werken en rollen en dan lijkt het alsof je gewoon een muffin top hebt, bij wijze van spreken. En deze, die valt dus precies goed. Dus, nou, in ieder geval, lang verhaal, kort. Het is gewoon een perfecte lengte, heeft een lekker stofje. En de prijs is voor Topshop begrippen super, super fijn. Want deze top en ook deze top waren maar 13 euro. Dus ik zou zeggen, als je ook veel high-waisted jeans of shorts en whatever draagt, ga echt zeker op zoek naar deze tops. Want ze zitten gewoon lekker, schijnen niet eens heel erg door. En zijn goedkoop, perfecte lengte, bla 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 bla. Andere favoriet is mijn tas van Herschel. Dit is een rugzak. En ja, de meeste mensen die hebben de Herschel America of Little America of een andere naam waarvan ik hem even niet weet. En die hebben dan twee van die bandjes. En ik heb gekozen voor de Post, want die heeft één zo'n bandje en die is ook wat kleiner. Dus hij is, eigenlijk is het gewoon een vrij grote rugzak, maar toch klein als je hem vergelijkt met de rest. Dus er past ontzettend veel in. Het heeft eigenlijk echt een soort van... handbagagekofferformaat, maar dan net iets kleiner. En ik vind hem gewoon heel erg fijn, omdat hij heel erg handig is voor op reis. En aangezien ik best wel veel reis, ik ben laatst weer in Parijs geweest. Ja, en ik ga dus onderhand bijna elke maand weg. Dat heb je vast al gezien op Instagram. En ik weet dat het echt best wel uit de hand aan het lopen is. Maar aan de andere kant, ik ben het afgestudeerd. Dus ik vind het wel heel erg leuk om het gewoon allemaal te doen. En alles, ja, overal ja te zeggen waar ik maar ja op kan zeggen. Als het om reizen gaat. Dus daarom heb ik hem ook gekozen. Omdat het gewoon echt een hele fijne reistas is. Je kan hem gewoon... Hij zit lekker. Hij heeft een beetje van die penning op de rug. Hij heeft aan de binnenkant een zakje voor om je iPad of je laptop in te bewaren. Voor de rest is hij gewoon super stevig. En dat is iets wat altijd essentieel is. En ik ben sowieso echt wel een rugzakken fan. Dus ja, ik heb er heel erg veel. En als ik er eentje als favoriet kies, dan is het ook echt een favoriet. Ik begin echt een beetje af te dwalen en medig te worden, denk ik. Besef me ineens dat ik mijn laatste favoriet aan heb. Dus ik zal wel gewoon foto's laten zien van de broek die het is. En misschien heb ik hem ook al de vorige keer genoemd, maar ik noem hem gewoon lekker nog een keer. Het is de broek van Pull & Bear. Hij is maar 20 euro. Hij zit onwijs goed. Echt serieus. Hij zakt niet af. Hij zit gewoon lekker, ondanks dat hij echt mega strak zit. En het klinkt misschien een beetje stom, maar mijn kledingkast die peilt uit van de kleding. Het is niet normaal. Ik heb superveel kleding. Bijna gênant. En dan draag ik eigenlijk maar twee broeken. Waarvan de Pull & Bear broek er eentje is. Ik weet niet of jullie dat ook hebben. Maar soms heb je gewoon heel veel spullen. En daarvan heb je altijd wel een paar essentiële dingen. Die je eigenlijk alleen maar nodig hebt. En die draag je dan ook het meest. En in mijn geval is dat die broek. Het is echt serieus de beste broek ever. Ik heb hem dus nu twee keer. En die andere ga ik nog even rippen. Wat ik dus al een paar keer eerder heb gezegd. Omdat ik dus ben gevallen een keer en er zit een scheur in en ik wil hem niet wegdoen. Dus dat is echt de beste broek ever. Als je op zoek bent naar een hele mooie skinny, ga dan echt even naar de Pull & Bear en probeer hem. Ik heb hem trouwens in een vrij kleine maat. Oh ja, ik heb hem in een maat 36. Dus dat is best wel klein. En ik heb hem geprobeerd in 34. Nou, daar kom ik gewoon echt niet in. Dus wees niet bang. Het eerste moment zit hij wel strak, zolang hij maar niet te strak zit op het bot van je heupen, want als die daar te strak is, daar rekt hij gewoon niet uit. Dat is weer van die random info die ik dan ineens aan jullie geef, alsjeblieft. Nou, de camera begint tegen mij te brullen dat hij oververhit is en ermee wil kappen, dus ik ga de video ook meteen afronden. Het waren sowieso al mijn favorieten en ik hoop dat jullie het leuk vonden om te zien. Bekijk zeker ook nog even een vorige video van ons, die zie je naast mij. Klik er even op en dan kom je bij de video terecht. Ik begin weer eens te ratelen, ik denk dat het echt gewoon tijd is om deze video af te ronden. En ik hoop jullie weer te zien in de volgende video. Vergeet je ook niet te abonneren. En geef een duimpje omhoog. Maar wat ik nog leuker vind is als je een comment achterlaat. Dus ja, laat het maar weten. Wat is een favoriet product van jou? Herken je producten van mij? Ben je het ook mee eens? Of klets gewoon met me. Stel me een vraag. Whatever. Ik zie jullie weer in de volgende video. Doei.